10.000 bedrijven, 10,5% van het bruto regionaal product, 114 miljard euro omzet, waarvan meer dan de helft export. 3 miljard euro aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Dit om aan de wereldtop te blijven op vlak van innovatie. Kortom, de technologische industrie is een van de sterkhouders van onze economie. Maar ons sterk industrieel weefsel staat onder druk. Door de afhankelijkheid van energie en materialen, door de krapte op de arbeidsmarkt en door de veelheid aan regelgeving. En dat alles samen bezorgt onze ondernemers ernstige kopzorgen. Heeft de technologische industrie nog een toekomst in Vlaanderen? Absoluut. Maar dan hebben we nood aan een daadkrachtige overheid, een fitte overheid, die de juiste prioriteiten stelt en een ambitieus industrieel beleid voert. Daarom trekt Agoria Vlaanderen naar de verkiezingen. Met een memorandum vol aanbevelingen. Concreet, oplossingsgericht en altijd positief. En route!